welkom op mijn kanaal. Mijn naam is Gwen en ik heb eindelijk weer een vlog voor jullie. En het is niet zomaar een vlog, het is de Suriname vlog. Jullie hebben er echt naar uitgekeken. Voordat ik verder ga, we zijn al een hele week in januari om precies te zijn. Dus ik wil toch de tijd nemen om jou het allerbeste te wensen voor dit nieuwe jaar. Dat al je doelen, dromen en wensen uit mogen komen en je daarvoor dus genoeg gelegenheden en kansen krijgt om dat te vervullen, om eraan te werken. Ja, en het jaar over, laten we zeggen, 12 maanden weer goed af te sluiten. Ik weet niet wat het is. Ik heb echt dat magisch New Year gevoel. Ken je dat? Nu terug naar de vlog. Jullie hebben erop gewacht, dat weet ik. De reden waarom ik te laat ben is echt, jongens, de afgelopen weken waren zo hectisch. Het was echt zo hectisch en er gebeurt zoveel goede dingen, hoor. Zoveel in korte tijd dat ik echt gewoon de ruimte niet heb om het te verwerken. Ken je dat? En ik moest ook eerlijk gezegd full focus aan een bepaald project werken. Helaas niet met het resultaat waar ik op had gehoopt. Maar dat is niet erg. We moeten door. Hopelijk nieuwe kansen. En dan gaan we opnieuw knallen. En nu nog iets. Want ik even een lange intro toch. Want ik ben heel lang niet online geweest. Ik weet dat wat er ook gebeurt, ik gewoon mijn vlogs moet blijven publiceren. Want ja, consistentie is key. Ik heb zelfs contact gehad met Kimberly van het kanaal Kimberly Wolf. Ik heb haar een bericht gestuurd. Ik zeg: Kim, ik vind het zo knap dat jij, ondanks alles wat er in jouw leven gebeurt, blijft vloggen. Ik moet dat ook gewoon gaan doen. Want bij mij is het meteen van, oh mijn god, er gebeurt iets heel goeds en positief. Te spannend. Ik kan even niet vloggen. Oh, er gebeurt iets heel slechts en negatief. Te erg. Ik kan even niet vloggen. Ik moet mezelf gewoon weer pushen om wat er ook gebeurt te gaan vloggen. Ik ga niks beloven. Want we weten allemaal dat als je aan een bepaalde eigenschap wilt werken, heb je daar gewoon tijd en ruimte voor nodig. Dus ik gun mezelf die tijd en ruimte. Maar ik hou het wel in mijn achterhoofd. Consistentie is key. En de grap is, ik heb na Suriname, heb ik gewoon gevlogd. Ik heb gevlogd, echt. Maar ik heb die vlogs niet bewerkt. Want toen ik al zag van 1 week gaat voorbij, 2 weken gaan voorbij, 4 weken gaan voorbij en nog steeds geen Suriname vlog kunnen editen, skip. Dus die beelden die ik na de Suriname vlog heb geëdit, ga ik niet meer publiceren. I'm so sorry! Anders loop ik voor mijn gevoel echt veel te ver achter. En mij lukt het ook echt niet om nu, zeg maar, heel veel vlogs te gaan delen in een week om de achterstand in te halen. Dus de nieuwe vlog, hoe grappig is dat? Begint gewoon in de eerste week van januari 2023. Niks spannends, maar ik werk aan mijn consistentie, ja? En ik waardeer het ook heel erg dat jullie mij de tijd en de ruimte daarvoor geven. Behalve de mensen die naar mijn make-up artist pagina zijn gegaan en mijn telefoonnummer hebben gepakt om mij vervolgens te appen: wanneer komt er een vlog online? Niet doen. Niet doen. Ik vind dat zo erg. Want ik zit al in het gevoel van, oh jeetje, het lukt me niet. Geloof me, ik vind het echt niet leuk als het mij niet lukt om een vlog online te zetten. En ik daardoor weer mijn routine soort van doorbreek. Niet doen. Je moet mij niet appen. Ik krijg daar alleen maar een soort van slecht gevoel, anxiety gevoel van. En een soort van faalangst gevoel. Niet doen. De eerstvolgende persoon die dat doet, ga ik echt blokkeren. Mijn nummer is bedoeld voor klanten die een afspraak bij mij willen boeken. Maar niet om mij te vragen van wanneer komt er een vlog online. Dat kan je gewoon doen op mijn social media. Op mijn Instagram, op mijn Facebook, op mijn Snapchat. En zelfs dan, als jullie dat daar doen, raak ik in paniek. Gewoon, weet je wat? Uno actie wanneer een vlog online komt, ja? Ik heb nog issues in het consistent blijven van het vloggen. Daar ben ik eerlijk over. Dus daarom had ik met Kimberly gesproken. En nou ja, we hebben een beetje een heel kort gesprekje gehad. Dat is een heel fijn gesprek. En ik besef gewoon dat ik dus mezelf de tijd en de ruimte moet gunnen om daaraan te werken. Zodat ik daarin wel consistent kan zijn. Heel lang verhaal. Ik zie dat ik 5,5 minuten heb zitten lullen. Dus we gaan nu naar de vlog. Heel veel kijkplezier. Hey babes. Nieuwe week. Nieuwe vlog. En ik ga het meteen verklappen. Want ik moest het de afgelopen 3 maanden voor mezelf houden. En ik werd para. Ik ga deze week naar Suriname.
Ik doe zomaar gek. Laat me even rustig doen. Anyways, mijn week begint. Ik wil zeggen goed, maar ik voel me beroerd. Want jullie nicht heeft, denk ik, kiespijn. Ik heb heel lang geen kiespijn gekregen of gehad. Dus ik wist gewoon niet dat het opkomend kiespijn was de afgelopen weken. Ik dacht een geïrriteerd tandvlees. Want ik ben... Oh, ik zet dit even hier. En ik doe mijn schoenen aan. Want ik ben recentelijk een paar weken geleden gestart met het gebruiken van nieuwe tandpasta. Dus ik dacht, gekletst Gwen. Nu heb je een geïrriteerd tandvlees. Maar het is gewoon kiespijn. Ik heb gisteren die diclofenac ingenomen. En het duurde echt lang voordat die aansloeg. En ik heb slecht geslapen. Dat slecht slapen was niet per se door mijn vermoedelijke kiespijn. Moet ik zeggen, vermoedelijke kiespijn. Ik heb geen idee waar het slecht slapen vandaan kwam. Maar goed, we hebben het deze ochtend gered, Zaira en ik. Ze was ruim op tijd op school. En ik was al gewoon klaar. Ik kwam terug naar huis om dingetjes te doen. Hoe heet dat? Om een make-upje te doen. Want ik ga nu even pasfoto's maken. Want ik heb een internationale rijbewijs nodig. Want vorige keer toen ik er was, heb ik wel gereden. Maar gewoon met mijn Nederlands rijbewijs. Mijn moeder zei nog, dit keer moet je internationale rijbewijs meenemen. Want anders kom je in de problemen. En dat wil ik niet. Ik ben zo enthousiast nu. Ik was de afgelopen weken met van alles en nog wat bezig. Dus dat vloggen ging ook niet helemaal lekker. Vloggen gaat nooit lekker, want mijn leven is gewoon chaotisch. Laten we het daarbij houden. Goedemorgen, babes. Ik ben aangekomen in Rotterdam. Het is 's ochtends. Het is niet vroeg, maar zo voelt het wel. Ik ben moe. Ik ben chagrijnig. Zaira heb ik lekker naar school gebracht. Dus daar ben ik echt... Dat was echt mijn lichtpuntje van de dag. Dat wij gewoon lekker op tijd bij haar school konden zijn. En nou ja, ze hing haar spullen op. En ze ging meteen helemaal blij de klas in. Die zei nog tegen mij, ze heeft echt geen tijd meer voor jou hoor. Dus ik dacht, yes. Maar goed, ik ben gewoon moe. Ik heb echt heel rustig naar Rotterdam gereden. En ja, ik ga nu mijn nagels doen. Dit is er before. De uitgroei is echt heftig. Ik ga nu niet naar de nail boy, maar ik ga even naar iemand anders. Want de nail boy is op vakantie. En voor zijn vakantie kon ik nog mijn nagels doen. Maar ja, ik wilde eigenlijk mijn nagels doen vlak voordat ik naar Suriname ga. Dus ik had mijn afspraak toen afgezet. In de hoop dat mijn uitgroei niet zou afbreken. Wat gelukkig niet is gebeurd. En heb ik nu ook extra lengte. Estoy loco por tocarte, pero no me atrevo a textearte. Tú solo bailas en mi mente. Hey bitch, ik ben in Suriname. Dan ga ik nu mijn tante verrassen. Jullie kennen tante Nesta, mijn moeders allerjongste zusje. Ja, nu gaan we haar verrassen. Zij denkt dat iemand nu een pakket voor haar gaat brengen. Dus ik had net diegene laten peilen van, hey, kijk wel even naar dit nummer en kijk of ze thuis is. Ze is thuis. Dus ik wist dat ze 3 uur Surinaamse tijd klaar was met werken. Het is nu 4:10. Dus wij rijden nu richting Tante Nesta. Niemand weet nog dat ik er ben. Mijn moeder belde me net om te kijken of ik goed ben aangekomen. Toen belde ik haar terug. Toen zei ze, ik ben moe, gaan slapen. Wat goed is, maar mijn moeder kennende... Soms heeft ze geen geduld. Zal ze bijna mensen gaan bellen en hints geven. Maar mijn moeder is moe. Ze is KO in Nederland aan het slapen. Dus ik kan alles op mijn tijd doen. Want niemand weet dat ik er ben. Ja, ik heb er echt zin in. Guys, ik film nu met mijn telefoon. We zijn al bij mijn tante. Oh, kijk, de auto daar. We zijn bij mijn tante. Ik zit echt letterlijk verstopt. Omdat mijn tante nog geen beschutting heeft. Dus ze kan me zien. En ik moet een seintje krijgen. Ik ben echt zenuwachtig.
Hi, mami. Hey babes, ik heb mijn vlogcamera in de koffer gelaten en mijn telefoon mee. Ik ga nu naar de kreek met mijn oma's zusje. Hier is mooi geworden. Ik ga het straks zelfs op de terugweg voor jullie vloggen. We gaan nu baden. Het is inmiddels al 10 uur geweest. Ik heb mijn pyjama nog aan, ik heb tanden gepoetst. Ik kon gewoon met warm water baden, maar toen zeiden ze van nee. Je moet minstens 1 keer even in de kreek baden als je hier bent geweest. Dus we gaan nu naar de kreek. Het is echt breder geworden. Nou, het ziet er wel een beetje eng uit hoor. Vorige keer mijn man belonko, ja even. Oké. Je kan het misschien niet goed zien. Het water is een beetje bruinig. Dat is normaal. En het is helder. Gaan we helemaal daar douchen. Daar. Het ziet er klein uit op camera. Oh. Ik wil niet. Het is koud. Nee. Die bali hoe neem jij qua ko? Nee, ik moet echt gaan. Ik moet douchen. Nee, even kom jouw koeien, jouw koli. Ja. Oké, meneer, kom maar pen kapot, die mag zoeken naar pen. Babes, ik ben net lekker gedoucht. Kijk jongens, het water is echt heerlijk. En in het echt is het daar is in het echt veel mooier dan op beeld. Weet jullie wat zo lekker is hier? Je kan het zand van de bodem gewoon gebruiken om te scrubben. Dat is zo, ik heb dat niet gedaan hè. Dat is zo heerlijk. Dat doen de mensen hier elke keer als ze zijn gedoucht. Dan gaan ze dat zand pakken. Dan gaan ze hun benen scrubben. Gewoon, ik zei net tegen mijn oma. Van, ik snap wel hoor waarom hun huid hier gewoon zo heel mooi, perfect en egaal is. Het ligt natuurlijk niet alleen daaraan, maar ik denk het water. Dit is gewoon vers natuurwater, zonder kalk, zonder troep. Het is geen gerecycled water, het is gewoon regenwater, want het is ook seizoensgebonden. Jullie douchen toch niet of baden toch niet elke keer hier, want soms is het water toch minder. Toch oma? Awata, anala leesu ma was ja, want dat zo lees awata na je dit toch? Ja, zie je, ze zegt soms is er helemaal geen water. Maar als het draad grote regentijd of zo is geweest. Kijk, mijn pyjama en mijn pangi die ik voor de zekerheid had meegenomen. Zodra het grote regentijd is geweest, dan kunnen ze wel lekker douchen. Dus het is echt gewoon wat de natuur ze geeft. Heerlijk jongens, ik ben net zo lekker gedoucht. Ik ga me nu klaarmaken.
En dan gaan we naar Mungo. Nu zijn we op Petondro. Kijken jullie hoe mooi. Hier was vroeger toch ook ananas. Oh, ik zie die ananasbomen. Hé, hey, ik zie antroas. Zeg maar panja antroa. Hé, hey, ik ga een paar plukken, want ik zie ook een paar hangen. Cassave. Goedemorgen. Er liepen net twee andere dorpsbewoners voorbij. Die komen soms ook gebruik maken van de gelegenheid om hier te douchen. Zeg jullie eerlijk? Ook al leeft mijn oma zo super simpel. Echt, je moet echt van hier komen. Wil je hier kunnen blijven en genieten. Sommige mensen die hier komen, die vinden het ook echt oprecht leuk om hier te zijn. Vanwege de rust. Maar ik kan me voorstellen dat als je hier niet vandaan bent. Dat het even wennen is. Het is heel simpel leven gewoon. Gewoon heel simpel. En ik mis dat van tijd tot tijd. Dus het is, voor mij voelt het echt rustgevend om hier te zijn. Echt super heerlijk. Ja, ik ben stiekem gewoon trots hoor. Dat dit mijn oma haar plekje is. Echt waar. Het hele grote. Weet je hoeveel villa's je hier kan neerzetten? Even de voeten schoonspoelen. Zo, mijn oma's zusje is daar. Dan ga ik nu naar mijn oma's. Dit is mijn moeders moeder. The mother that mothered my mother. Het was echt lekker hoor, oma. Be sweetie. Be velia watama, be boe. Ja. Ja, ik ben gebaat. Dat is echt lekker. Ja, maar in het begin voelt het echt naar. Gewoon dat het zo koud is. Maar het was echt lekker. Ik ben blij dat ik ben gedoucht. Kijk, mijn oma is groente aan het snijden. Hi, oma. Zou je boli gyukyo nyan dadelijk? Nyo boli kalalu. Klaroen. Ja, klaroen je koti. Mingo bij met je te? Ik zou het met je. Je nyabushi. Je nyabushi met je. O langa mi nyabushi met je, mamsa. Nyam je fi boli en. Je boli bus met je? Nee, mi boli bus met je. Zou tu aan? Zou tu met je fi? Pingo. Pingo? Oké. Pingo. Pingo met je, mi boli gi. Ja, wild, wild. Ja, abu. Je go wei kosi. Ja. Je wei kosi. Ja, je dan je go koi. Abu. Nou, mijn oma is zo lief. Want ik zei tegen haar, ik eet niet zoveel vlees meer. Ik eet voornamelijk kip en zo. Dus ze vroeg of ik wild eet. Ik zei, ja, ik heb het lang niet gegeten. Dus ik wil echt wel een uitzondering voor maken. En ik weet gewoon dat het dan... Het is geen vlees met troep en zo. En die dieren hebben gewoon geleefd hier. En ja, ik bedoel... Als je ergens midden in een jungle woont, ook als het gewoon een beschaafde wereld, dan eet je gewoon wat de natuur je geeft. Dus mijn oma gaat lekker koken. Zij gaat maar lekker. Ga je lekker aankleden. Ga lekker wandelen. Ga even genieten. En als je terug bent, dan heb ik echt lekker eten voor je. Yes. Nou, ik ben eigenlijk ready om naar Mungo te gaan. Al een paar uur verder. Ik heb lekker ontbeten. Er zit nu een ijsje van mijn oma te eten. Oma verkoopt ook ijsjes. Of ze maakt ijsjes. En ik ga nu gewoon achter mijn oma aan voordat ik wegga. Ik heb geen idee wat ze gaat doen. Kijken jullie mijn oma daar? Oh, ze zoekt hout. Pie met jou doe van jou, oma? Ja, met jou doe van jou. Ze gaan een houtvuur maken. Maar die moeten ze met zo'n speciale bijl. Met zo'n bijl gaan ze die door midden in stukken zagen. Nou, zei hij tegen de piki pisu doe ja zo. De taka ja zo. Ah, ik vroeg dus. Ja. Oké. Maar ik vroeg mijn oma waarom ze niet heel makkelijk deze takken pakt. Aangezien die al hier klaar liggen. Zei ze dus dat deze niet geschikt zijn om het aan te steken. Maar meer om het zeg maar... Dus je moet eerst hele grote stukken hebben. Om het goed aan te steken en het aan te houden. En dit is meer bedoeld om het een beetje brandend te houden. Maar hiermee kan je dus geen vuur aansteken. Want dan gaat het vuur niet goed stevig of groot worden. De vlam wordt niet groot. Wordt niet effectief.
Want wie die manne go in die streek? Want harmonica make ding preek. Guys, ik ben met mijn moeders zusje in de... Ben jij nu mama's jongste zusje? Los van tante Nesta natuurlijk. Ben jij de jongste toch? Weten jullie hoe ze heet? Misschien heb ik het al eerder in een vlog verteld, hè? Ik ben naar haar vernoemd. En ik ben nog steeds boos op mijn moeder. Want hoezo kon mijn moeder mij geen of originele eigen naam geven? Dit is tante Gwendoline. En ik ben Gwendoline. Ik zou Gwendoline heten, maar dankzij mijn andere tante, mijn vaders zusje, heet ik Gwendoline. Die zei, nee, plak die G ervoor, dan wordt het Gwendoline. Zei mijn moeder, oké, prima. Dus Gwendoline en Gwendoline. Maar soms noemen ze u ook Gwendoline, ja, maar u heet Gwendoline. Ja. Janko, hoeveel aan je fungeert? Nee hoor. Jij bent Wen, ik ben Gwen. Als het hoeft, nee, ik wil naar bakken. Wij gaan nu naar Mungo. Even kijken, voetrem eraf. Maar de meeste samabe, kan je me Gwenica Fossi bevinden, Anne? Misabi, maar je heet nog steeds Gwendoline. Ja, Gwendoline. So, nu ben ik... Ik heb alleen kai mama, mama, kijk je voor fumine, zo, maar kijk eens hoe ik heet zeg maar thuis heet ik mama, zeg maar hier in het dorp noemen ze mij mama. En dan heb ik nog een nichtje, die lijkt ook op mij, die noemen ze ook mama. Ik ben gewoon boos, hè. Maar zij is een tweeling, haar broertje noemen ze papa. Of vader, kan je papa? Papa. Papa en mama. Ik ben mama, ze moeten gewoon hun eigen naam gaan zoeken. Oké, we gaan nu rijden. Ik neem jullie gezellig op stap mee. Ga even op familiebezoek in Mungo. Jongens, ik ben nu in Bernadorp in Mungo. Ik ben net... Ik heb zojuist heel lang bij mijn moeders neef gezeten. Oom Nesto. Shout out naar oom Nesto. Die geeft me altijd heel veel eten. Hij en zijn vrouw. Dus ik ben ze echt heel veel schuldig als ze hopelijk naar ons in Nederland komen. En ik ben net bij mijn oom geweest. Mijn moeders jongste broertje. Maar die is helaas niet thuis. Dus we gaan nu naar een van mijn moeder haar oudere broers. Oom Freddy. Oom Freddy. Ik hoop dat hij thuis is. Het is heel leuk, want tante Wen laat me gewoon zien hoe ik moet rijden. Maar jongens, het is hier links verkeer, maar ik rijd gewoon de hele tijd rechts. Levensgevaarlijk. Valt mee hoor. Waar richting jullie aan? Naar dorp. Links? Okay. Mm-hmm. Rechts. Rechts. Nou, we hebben even een stop gemaakt bij de hout. Ach, hoe heet het hier? Hout, puntje, iets hier te Mungo. En mijn tante is zaagsel komen zoeken voor mijn oma. En dat gaat mijn oma dus in een kippenren gooien. Mijn oma heeft een hele mini micro kippenrennetje. Waar ze allemaal biologische kippen heeft. En die kippen, ja, dat zijn eigenlijk slachtkippen. Die verkoopt ze. Ik vind het echt best wel cute, weet je. Mijn oma is nu 77. En ze doet echt gewoon lekker zelf werken. En van alles uitvinden om inkomen te genereren. Ik vind het echt heel knap van haar. Ik ben stiekem echt, niet stiekem, ik ben best wel trots op mijn oma. Hallo. Nou, we hebben hetgeen wat oma nodig had. Tenminste, als ik mijn tante moet geloven, ze komt er nu aan. Kijk hoe lang mijn tante haar is, hè. Ik snap het niet. Zij kan zich nu kaal scheren en binnen een jaar is haar weer super lang. Het verbaast me gewoon elke keer. Heeft u alles? Gaan we nu naar oom Fred? Ja. Die jongen zei tegen mij,
Zo, je bent echt flexie hoor. Ik dacht hetzelfde. Daarna zei hij, zo, je bent echt mooi. Ik ben echt mooi. Mag ik je contact hebben? Zeg, ik ben getrouwd. Ik ben getrouwd. Dan laat ze je meteen met rust. Meestal dan. Dus mijn oom is er helaas niet. Hij is naar het kostgrondje met zijn vrouw. Maar een paar van mijn nichtjes en neefjes zijn er wel. Dus die ga ik even komen groeten. En dan gaan we terug naar oma. In het dorp. Zondag, maar ik laat deze vlog gewoon doorlopen, want dit wordt gewoon de Suriname vlog. Wij zijn nu zeg maar op de zondagsmarkt en om specifiek te zijn de zondags Japanse markt. En we gaan hier even eten halen. Oh joh, ik voel één dikke muggenbult op mijn benen. Is opgezet hè? Mm-hmm. Zie, valt het ook op? Mm-hmm. Damn! Alsof ik extra spieren daar zo heb gekweekt. Oké, okay, wij gaan nu even lekker eten halen hier zo. Schaapijs en ik heb gekozen voor aardbei met gember. En ik heb ook eten, dus ga lekker in de auto eten. Echt super gezellig hier zo. Even kijken. Ik weet het niet. Ik pak gewoon eentje, deze dan. Maar die is meteen eetbaar, toch? Ja, die is ook zacht. Ik ben nu bij mijn tante en ze heeft net Zika van me weggehaald. Lang verhaal, als je mij op Snapchat volgt, dan heb je het allemaal gezien. Het is Yasara, die wil heel graag in de vlog. En iemand zei me al, zo, je hebt echt geluk, het is Diwali in, ik film u niet hoor. Het is Diwali in Suriname, dus het is echt leuk. Toen dacht ik, oké, weet je, ik woon daar heel lang niet meer hier, dus ik weet niet meer wat ik me daarbij moet voorstellen. Maar, het is dus lichtjesfeest, samengevat. En vandaag is de donkerste dag van het jaar. En dit is dus, lichtjes. Ja, precies. Deze dingen ken ik dan wel, van vroeger. Kijk, deze worden dan aangestoken en op verschillende plekken neergezet. Gaan ze ook nog gewoon bidden.
Dat was een bidhuisje. Dat ga ik dan niet filmen. Dat vind ik een beetje te privé. We hebben net lekkers gekregen. En hier, dit is gulgula. Dit is iets nieuws dat ze heeft gemaakt. En het is kroket met persat. Persat is zoetigheid. Met uiteraard cola. Als je Hindoestaan bent en je drinkt geen cola, mag je Hindoestaanse kaart inleveren. Ja, dan ben je geen Hindoestaan, maar cola. Dat weet ik wel. En we krijgen zometeen ook nog vegetarische nasi. En de grap is, we zijn daar nog niet klaar. We moeten nog bij andere buren gaan eten. Stuur help. Ik ben nu op Kommerwijnen en onderweg richting Plantage Frederiksdorp. En ik heb er echt zin in. Het is echt iets wat al jaren op mijn bucketlist staat. Dat als ik in Suriname ben, moet ik sowieso een keer langs Plantage Frederiksdorp. Het is een oud plantage. Daar hebben ook echt slaven gewoond. Of correctie. Daar hebben ook tot slaafgemaakten gewoond. En het was van origine denk ik een suikerplantage. En daarna werd het een citrusplantage. Maar die hele geschiedenis aan alles daaromheen ga ik horen als ik daar ben. En ik heb er echt zin in. Yeah. Stepping in the spot like she own it. Looking like the world is your runway. She can set it off like a gunplay. Oh my. Yeah. Talk of the city with that body. Always getting praised like it's Sunday. She said, baby, what you gonna do about it? We lopen nu richting de Overzeek. En dan gaan we de boot pakken richting Frederiksdorp. Ik heb geen idee hoe lang het duurt. We komen er wel achter. Hey, die straathonden hier zien er echt eng uit. Frederiksdorp. Maar het is gewoon jamu. Het is jamu seizoen. Weet je dat ik geen jamu boom heb gezien? Nee, maak die foto van me. Ik wil die nu naar mijn vriendinnen sturen. Aguanta y baila siempre.
schatten, ik ben in mijn hut aangekomen. En ik ga natuurlijk een mini rondleiding voor jullie doen. Hoe het eruit ziet en zo. Dus daar gaan we. Nou, dit is dus cabana 11. Een hangmatje zit erbij om lekker te relaxen. En dan kom je hier naar binnen. Het zijn wel schuifdeuren. Kijk, schuifdeuren zo. Kom je zo naar binnen. Heb je van die leuke gordijnen. Je hebt hier een soort van kaptafeltje met ja, tijdschriften en zo. Dat zijn mijn spullen, mijn koffertje. Weer zo'n leuke raam met gordijnen. Dit is het bed. De airco staat al aan. Die ga ik zo meteen even uitzetten, want ik vind het ja, niet nodig. Dan heb je hier een kast. Mocht je langer willen logeren of wil je spullen uitstallen. Een ventilator. Oh, oké. Okay. De badkamer en toilet. Oh, er is geen douchegordijn. Kijk, dit is de badkamer. Er is geen douchegordijn. Dat vind ik stiekem een beetje jammer. Koud en warm water zie ik. Dan ben ik. Hey. Nou, gewoon verder sanitair. Toilet ziet er oké uit. Het ziet er allemaal netjes uit. Ja. Prima. Leuk. Ik kwam er dus achter dat de directeur van Plantage Frederiksdorp ook directeur slash eigenaar is van River Lodge Dampati. Waar ik eigenlijk ook heel graag naartoe wilde gaan. Maar dat is voor deze trip helaas niet meer haalbaar. Dus dat staat op mijn lijst voor de volgende vakantie. En dan heb ik Saira sowieso bij me. Dus eigenlijk vind ik het ergens niet erg dat ik niet kan gaan. Want als ik ga de volgende keer, neem ik Saira gewoon met me mee. Dan is het mijn eerste keer Dampati met mijn dochtertje erbij. Dus dat vind ik ook wel leuk. En voor nu... eten zoeken. Yes, thank you. Ja, anders gaat hij vallen. Dank u wel. Mm-mm. We hebben net lekker gegeten. Het was donker. Ik heb echt heerlijk gegeten. Ik heb Javaanse nasi gegeten. En er waren ook bitterballetjes bij. Lekker drinken. Ik heb kokoswater gedronken. En het vruchtvlees heb ik eruit gegeten. Het was echt van dat hele... zachte kokosvruchtvlees, zeg maar. We zeggen ook wel jong kokono, toch? Ik wil nog wel langs de... Is het toch een Suriname rivier of is dat de Komewijne rivier? Bestaat Komewijne rivier? Nee, toch? Suriname rivier is het, toch? Ik wil nog bij de Suriname rivier gaan kijken. Er is nog één bitterballetje, dus die ga ik eten. Met die hete, hete peper. Mm. Dus ik wil gaan douchen. En het is gewoon koud water. Ik sta al bijna 5 minuten te wachten om te gaan douchen. Want ik vind het water echt te koud. Oh, het wordt warm. Misschien moet ik wachten. Oké. Ik dacht echt van als dit het is, dan hoeft het voor mij echt niet. Uiteindelijk zal ik wel douchen met heel veel pijn en moeite. Maar het wordt warm. En ja, ik ga lekker douchen. Trouwens, één dingetje. Als ik op vakantie ga en er zijn zeepjes en zo in een hotel, neem ik ze altijd mee. Want net als nu, kom ik naar Suriname, heb ik sowieso een grote fles zeep en zo meegenomen. Maar net als die kleine tripjes zoals nu, dat ik op Plantage Frederiksdorp zit, had ik voor de zekerheid toch van die minis meegenomen, omdat ik niet wist of ze het hier hadden. Hier hadden ze alleen maar handdoeken. En een schoon bed en zo, maar geen tandenborstel en zeepjes. Dus ik ben blij dat ik deze altijd bewaar voor als nu, zeg maar. Dus goed. Voelen? Ja, hij wordt lekker warm. Ik ga lekker douchen. Ik ben klaar, ik ben lekker gedoucht. Ik heb dit jurk uiteindelijk aangedaan. Ik twijfelde wat ik aan zou doen. En nou, ik ben eigenlijk bijna laat voor het ontbijt. Ik heb nog... Dat is het. Ik heb precies 20 minuten om te ontbijten. Dus dat ga ik doen. En om 11 uur moet ik uitchecken. Maar ik ga natuurlijk... Kijk mijn make-up. Oh, I feel so gorgeous. Ik ga wel uitchecken, correctie. Dan moet ik mijn spullen bij de receptie laten. En dan ga ik gebruik maken van een van de leuke activiteiten. En dat is de fietstour. Ik kies zoiets makkelijks en leuk.
Dus ik ga gewoon fietsen. Jongens, ik vind het zo gek om op Frederiksdorp te zijn. Het is zo raar. Het idee dat hier zo tot slaafgemaakte hebben gewerkt. Ik weet niet, maar ik heb altijd gezegd van ik ga nooit zo ergens kunnen logeren. En waarschijnlijk zal de sfeer heel erg negatief aanvoelen. Maar nee, het is juist rustgevend en heerlijk. Een aanrader. Dank u wel. Dank u. Als jullie klaar zijn, gaan we ons fiets pakken. Ja. Nou, we gaan dus fietsen. Ik weet niet hoe onze kids heet, meneer. Amar. Meneer Amar gaat ons brengen naar Plantage Margaretha. Johanna Margaretha. Is het nou Johan Margaretha of Johanna Margaretha? Johanna Margaretha. Dus twee vrouwennamen, Johanna Margaretha. Ja, maar op het plantagekaart staat Johan en Margaretha. Oh, maar ik had begrepen dat het een plantage is die aan twee dochters was gegeven. Ja, precies. Johanna en Margaretha. Ja, ja. Ik heb een beetje voorgeschiedenis gedaan, hè. Ik heb er echt zin in, het is bloedheet. Idealiter is het niet de beste ideale tijd om te fietsen, hè. Het beste is na 4 uur, toch? Ja, precies. Maar soms in de ochtend vroeg. Of in de ochtend vroeg, ja. Ja, maar we hebben stevig ontbeten, dus tijd om te gaan. Ik ben dus ready voor onze tour. Wel een beetje chic, hoor. Ik wil eigenlijk een short aandoen, maar dit is lekker luchtig. Ik heb mijn bikini eronder aan. Als ik terugkom, dan hoef ik alleen nog mijn bikini topje aan te doen. Miguel, man, was stepping in the spot like she own it. Looking like the world is your runway. She can set it off like a gunplay. Oh my, yeah. Talk of the city with that body. Always getting praised like it's Sunday. She said, baby, what you gonna do about it? Oh, kappies. Ja. Het lijkt op citroengras. Ja, dat is paardengras. Paardengras. Paarden of zijn mieren? Paardengras. Voorzichtig, hè? Ja. Welke is wild? Deze hier. Oh, kijk die tanden, zo schattig! Ja, als die konijn heeft tanden hebben ze. Ja. Het is gewoon een mixje van een konijn of varken van een konijn. En een eend. Kijk die poten. Ja. Waarom heeft hij iets aan zijn nek? Zit hij vast? Ja, is vast, ja. Kan hij weglopen dan? Ja, met die spul. Hugging the curves on that body. She bring the heat like wasabi. Promise not to test your heart. Never. We just can't be kept apart. Yeah, yeah. Baby, you the best by far. Always go the extra mile. Yeah. Watervarken. Hoe heet die ook alweer? Kapi. Capybara. Capybara noemen ze het hier, maar ik denk dat we het bijna kennen als een kapi. En waar gaan we nu naartoe? Terug. Oké, we gaan nu weer terug. Die glow dat waar je voor moet betalen in een make-up flesje krijg je hier gewoon gratis. Schat, ik zit lekker bij het zwembad nu. Ik heb net mijn topje omgewisseld. En ik heb een lekkere cocktail besteld. Die cocktail heet Standvaste. Het is zoet. Het is rijk, het is lekker, het is heerlijk. Ik ga lekker van mijn cocktailtje genieten. En gewoon even luieren, gewoon genieten dat ik hier ben. Gewoon hier zijn, dat is het dan. Gewoon hier zijn. Het zou echt nice zijn als ik mijn boek had meegenomen. Maar ik dacht, ja, waarschijnlijk kom ik niet aan lezen toe. Maar ik heb mijn les geleerd. Voortaan heb ik altijd mijn boek bij de hand. Hey babes, ik heb zo even een beetje geslapen. Mijn buik is zo dik, hè. Ik lijk gewoon... I look pregnant. So food. Food. So cute. Goed, ik heb zojuist weer een lekker kokoswater besteld. Want eigenlijk moet ik eten. Oh, batterij leeg in mijn camera. Ik ga mijn camera uitdoen, batterij is leeg. Hey babes, ik ben nu komen eten bij restaurant. U weet, het is een Indonesisch restaurant. Echt Indonesisch restaurant, dus niet Indonesisch, maar gewoon echt Indonesisch restaurant.
Sommige dingen herken ik van bepaalde Indonesische restaurants in Nederland. Dus ik ga niet lekker eten. Al lekker opgeschept. Hey schatten, een nieuwe dag en een ander plekje om te eten. Ik zit nu, ik zeg wel de hele tijd ik, maar het is het wel. Maar goed, ik zit nu bij Coffee Box. En ik kan mijn telefoon niet bevassen, mijn kamer zit in de auto. We hebben een drinken besteld en de eerste keer was mijn drinken niet zo lekker. Dus ik heb gevraagd of ze het iets super kunnen maken, hebben ze gedaan. En nu is het echt lekker. Ik heb gekozen voor de Fresh Watermelon Lemonade. Echt super lekker. Maar als je niet van zure drankjes houdt, moet je wel graag een beetje meer zoetigheid. I can't believe my eyes when I get close to you. Dit is mijn schatje, ik mag zijn naam niet zeggen. Geef aan zijn namen. Dus hij wil gewoon even weten hoe de vlogcamera werkt. Dus bij deze zo werkt het. Oké. Okay. Ja. We hebben net gewoon eventjes een ritje gemaakt en hij heeft me net afgezet. Ze gaan verder met mijn dag. Fijne dag. En vertel eens, waar ga je naartoe vanavond? Vannacht? Je gaat vliegen naar? Mooi Tabaye. Hij gaat naar Burna Boy op Curaçao. Ik ben jaloers. Ze hebben met z'n allen een dikke villa gehuurd. Ik wil ook. Ga je VIP? Ga je VIP? Of normaal? Ga je VIP? Nee, even serieus. Ga je VIP? Ik ben jaloers. Hey babes. Ik ben nu lekker uit eten met mijn mensen. Ik laat mijn mensen even zien. Deze kennen jullie nog van de vorige Suriname vlog. Ik heb me op sleeptouw genomen. En dat is een vrouw. We zijn nu bij El Patron. En ja, we gaan gewoon gezellig eten. Een beetje kletsen met elkaar. En gewoon genieten van de gezelligheid. Grotere. Amen bij $3 voor een kilo. Kijk die garnalen. Voor een kilo amen bij. Zo, ik zie er echt niet uit. Maar dat maakt niet uit. We zitten nu bij een van de bekendste Braziliaanse restaurants in Paramaribo. En we gaan lekker eten. Lekker muziek. Er is iemand aan het optreden, live optreden. Er wordt voetbal gespeeld daar zo. Het is gewoon gezellig. Nieuwe dingen uitproberen. Ik heb er echt zin in. Ik ben nu op de Maron. Ik moet Maron maken, oftewel Njuka Woyo met mijn nichtje Urmea. En we gaan eigenlijk Domi kopen, maar ze hebben hier kapot veel stoombladeren voor je Noonie. Dit is zo'n kort, joh. En nou, kort is dit. We kopen podosiri bij deze gasten en het is zo erg. In Nederland heb ik altijd trek en ze hebben kapot veel pakken en willen alles kopen. Ik ben toerist. Zo, vandaag ga ik terug. Ik ben gewoon gedoucht, ik heb geen make-up gedaan. En ik ga nu even naar de Kwatamarkt. Op zoek naar de laatste dingen zoals groenten, chips. En dingen die mijn moeder wil, zo. Oh mijn god, zuurzak. Hey schatten, ik ben inmiddels thuis. Ik ben maar 10 dagen in Suriname gebleven. En mijn nicht heeft me net thuis afgezet met mijn koffers. Dus ik ga ze ook meteen uitpakken. Dan heb ik nog tijd om Zaira op te halen. Over een uurtje ongeveer. En ja, ik had echt verwacht dat het kouder zou zijn. Maar het valt gelukkig mee. Ik had dus dit aan vanuit Suriname. Mijn Ottoman legging met split aan de zijkant. Dit vind ik echt de leukste, want ik heb ook eentje met split aan de achterkant. Dit topje is van Zara. Ik dacht van Bershka, maar hij is van Zara. Dus dat had ik een beetje aan. Hier, met mijn jas uiteindelijk. En witte sneakers toen ik op Schiphol was aangekomen. Op Sandrij had ik nog mooie hakjes aan. En ik kwam ook leuke kijkers tegen in de vliegtuig. Hey! Superleuk vond ik dat. Ik heb zelfs naast iemand gezeten die naar mijn vlogs kijkt. Ik ben je naam vergeten, maar het was gezellig. Maar ja, gezellig. Het was leuk om even een praatje te maken. Goed, ik heb bijna al mijn kleren in Suriname moeten laten. Omdat ik lekkers heb meegenomen. Voor mezelf. En voor familie. Dus de meeste van de dingen ga ik nu in de vriezer
gooien. Ik heb Chow Mein meegenomen. Ik heb Bami meegenomen. Ik heb Nasi meegenomen. En dit is allemaal van Shimin. Shimin, Shimin. Ik weet niet of je het noemt, hoe je het noemt. Maar het is een van de bekendste Chinese restaurants in Suriname, in Paramaribo. En ze hebben dus de lekkerste Chow Mein en Chinese nasi. Zitten allemaal in deze zakjes. En ik had die dingen natuurlijk ingevroren om ze mee te kunnen nemen. En die dingen hebben mijn koffer heel erg zwaar gemaakt. Oh ja, super lief. Ik heb van Benjamin, jullie kennen Benjamin, hè? Hebben jullie mijn vlogs gezien? Heb ik podosiri gekregen, 2 liter. Super lief, dus dat gaat ook de vriezer in. Had hij ook voor me bevroren. Even kijken, een cadeau van mijn zus die op Zijra heeft gepast. Ze wilde heel graag een mooie pannie hebben en ik heb het gevonden. Ik heb precies gevonden wat ze wilde hebben. Dus dat maakte me echt blij. Nog meer Chow Mein zie ik. En wat zit hierin? Oh, pepers. Pepers en pindasambal van mijn tante. Echt jongen, ik snap niet wat het is met Surinamers die eten willen. Vanuit Suriname. Goed, ik ga mijn koffer snel uitpakken. Nou, hopelijk vonden jullie het leuk om naar de vlog te kijken. Ik vond het heerlijk om die beelden terug te zien. Alsof ik gewoon weer in Suriname was. En vaak ga je zeg maar op vakantie. En dan kom je terug. Denk je, ik wil terug. Ik wou ook terug. Ik wou voornamelijk terug. Toen ik al die beelden op Snapchat zag. Van 31 december. Mensen in Paramaribo feesten. De beelden van 1 januari, mensen die in het binnenland zijn gaan feesten. Het dorp van mijn oma was er was daar gewoon feest. Gewoon, toen dacht ik, Sanguangue. Maar goed, naar deze beelden terugkijken heeft me echt zo goed gedaan. En zo, ik ben echt overbelicht, sorry hoor. En ja, dat maakt er gewoon dat ik nu nog meer gemotiveerd ben in mijn volgende Suriname trip. En dan ga ik dit keer niet alleen, maar dan ga ik met Zijra. Bedankt voor het kijken. Dankjewel voor je geduld dat je ondanks al die weken op mijn vlog hebt gewacht. Jullie weten het, ik vind het moeilijk om consistent te blijven. Maar waar het mij lukt, zal ik echt wel de vlogs delen. Want ik merk dat ik vloggen nog steeds veel te leuk vind om ermee te stoppen. Ondanks dat mijn leven gek druk is. En ik best wel veel dingen doe die ik gewoon niet wil delen. Zal ik echt wel mijn best blijven doen om vlogs te delen. Ja. Dus ook al zijn het korte vlogs van 5 minuten tot 50 minuten. Ik zal het gewoon delen. Ja? Nou, dankjewel voor het kijken. Dankjewel voor al je liefde en al je steun hier op mijn kanaal. En natuurlijk tot de volgende keer. Doei doei!